Vijfheerenland is gezegend met prachtige natuur. Denk aan de Lingen, de Diefdijk Zuid, de Zouwelboezem met de grootste kolonie purperrijgers van Nederland. Of zoals hier de uiterwaarden van de Lek. Dat moeten we koesteren. Het is namelijk een van onze visitekaartjes. Toch gaat het niet zo goed met de natuur. We krijgen er steeds minder van omdat we ruimte nodig hebben voor landbouw, woningen, bedrijventerreinen en verkeerswegen. We zien daardoor dat de biodiversiteit achteruit gaat. Dat wil zeggen dat het aantal soorten, planten en dieren vermindert. Maar ook dat specifieke leefgebiedjes verdwijnen. Je kunt zeggen, wat is daar erg aan? Maar als je dan realiseert dat teruggang in bijenpopulaties direct gevolgen heeft voor onze fruitteelt, dan begrijp je dat de natuur ons diensten levert. Denk bijvoorbeeld ook aan het groen dat zorgt voor de broodnodige verkoeling op hete zomerdagen. Of hetzelfde groen dat een deel van het hemelwater opvangt tijdens piekbuien, waardoor onze riolen niet overbelast raken. We zien met name dat de natuurwaarde in de kernen beperkt is. Heel veel verharding en monotoon groen. Het ziet er netjes en strak uit, maar het bruist niet van het leven. Daar willen we iets aan doen. De natuur meer terugbrengen in onze kernen. Om de biodiversiteit te herstellen, hebben we een routekaart opgesteld. Het doel daarvan is dat we binnen 10 jaar gaan zien dat er weer meer soorten en ook meer verschillende leefgebiedjes in onze kernen zichtbaar zijn. We zijn al met een aantal initiatieven bezig en daar willen we verder mee. In de natuur draait alles om eten en gegeten worden. Het is een web aan voedselketens. Valt er een soort weg, dan heeft dat gevolgen voor andere soorten. Daarom zorgen we eerst voor een gezonde voedingsbodem voor het herstel van insecten en wilde bijenpopulaties. Daarnaast zorgen we voor variatie in het groen, voor verbinding tussen groengebieden en plekken om te nestelen of te schuilen. We willen de natuur die we in de kernen hebben behouden en waar mogelijk versterken, vergroten en verbinden. Door plannen te maken, deze uit te voeren, vervolgens goed te monitoren of het effect heeft en zo nodig bij te sturen, gaan we de biodiversiteit in onze kernen herstellen. De routekaart is geen blauwdruk van zo gaan we het doen. Het is een werkwijze. We proberen dingen, we kijken of het werkt en als het niet de resultaten oplevert die we voor ogen hadden, passen we het aan voor een volgende keer. Het draait allemaal om het juiste evenwicht vinden. Evenwicht tussen natuurlijke soorten, tussen natuurlijke en cultuurlijke gewassen, maar ook tussen het groen en de bewoonde omgeving. We gaan zorgen voor een goede balans tussen groen, huizen, recreatie, wegen en bedrijven. We zijn hier bij de Duurzaamheidsring in Meerkerk. En ik mag u iets meer vertellen over het maaibeheer van de gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente Vijfheerenlanden die heeft verschillende maaimethodes. Voor gezond hanteren wij het maaien met de cirkelmaaier. En voor de bermen hanteren we de klepelmaaier en we hanteren ook de cyclomaaier. Een klepelmaaier die gaat met veel geweld, slaat hij het gras zo kort als mogelijk, zodat het kan neervallen, zodat de bodem het kan opnemen en verteren tot voeding zeg maar, voor het gras wat er staat. Het voordeel van klepelen is puur uit economisch belang. Het is goedkoop, hè, want we hoeven geen maaisel af te voeren. Het nadeel van klepelen is dat we eigenlijk de bodem aan het verrijken zijn. De bodem wordt rijk aan stikstof, zodat er eigenlijk nog maar een paar soorten gaan groeien zeg maar, op dat stukje berm. En die soorten zijn gewoon gras, brandnetel, fluitkruid, koolzaad. Eigenlijk monotone soorten waar eigenlijk de bijen en de biodiversiteit niet zoveel aan hebben. De beestjes en de rupsen en andere bijen zeg maar, die op de grond zitten, ja, die worden doodgeslagen. Er is bewezen dat nog maar 5% van de rupsen in een stukje geklepelmaaid gras overleven. En dat is minimaal. We zijn inmiddels zover dat we vanuit het oogpunt van biodiversiteit weten dat je eigenlijk een berm zou moeten creëren waar zoveel mogelijk soorten in staan. Zodat bijen en andere insecten kunnen zorgen voor de bestuiving. Dat is echt een toekomstgericht beheer. Gekozen manieren vanuit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Thank you.
ecologische bermen willen we niet maaien door middel van de kleepelmaaier. Dit om de verrijking van de grond tegen te gaan. In een ecologische berm willen we zoveel mogelijk kruiden. De meeste kruiden groeien op schralere gronden. Vandaar dat we hier een beheermaatregel toepassen door middel van maaien en afruimen. Maaien en afruimen doen we om twee redenen. Reden 1, om de verschraling op gang te helpen. Reden 2, om organismen de kans te geven om na het maaien hun heil ergens anders te zoeken. Hoe gaat het in zijn werk? De vegetatie wordt laag bij de grond gemaaid. Deze vegetatie blijft 5 tot 7 dagen liggen om te drogen. Gedroogde vegetatie biedt geen voedselbron meer voor rupsen of insecten. Na deze dagen wordt de vegetatie verzameld en op een hoop gedraaid. Hierdoor verspreiden we de zaden. Ecologisch maaien door middel van maaien en afruimen is een stuk arbeidsintensiever tegenover klepelen. Hier zitten namelijk 4 werkgangen in. Te noemen het maaien, het wierzen, het verzamelen en het in balen draaien en het vervolgens de balen aanbieden aan een composteringsbedrijf. Ecologisch beheer vraagt om maatwerk. De periode van het maaien laat zich leiden door de conditie van de vegetatie en de weersomstandigheden. U zult begrijpen dat ecologisch beheer andere kosten met zich meebrengt. Dit door het aantal werkgangen en het maatwerk wat hierbij geleverd moet worden, in tegenstelling tot een geklepelde berm. Het is dus zoeken naar locaties waar ecologisch beheer het meest succesvol kan zijn. Binnen de gemeente werken we aan nieuwe beplantingsconcepten, kleurrijke vaste plantenborders, in tegenstelling tot het traditionele openbaar groen wat we kennen met één type beplanting. Binnen dit concept gaat het niet over een onderhoudsniveau A, B of C zoals we die kennen, aangaande de hoeveelheid onkruid wat zich bevindt in een vak. Deze vakken spitsen zich op de beleving. Wat ervaar ik als ik naar het vak kijk of als ik hem passeer? Binnen dit concept hoeven niet alle onkruiden bestreden te worden. Alleen onkruiden die storend zijn in de beleving of gaan concurreren tegenover de beplanting die wij hebben. Al het overige onkruid kan blijven staan of kan zelfs meerwaarde betekenen voor het vak. Echter, een kleurenpracht betekent nog niet altijd een verrijking voor de ecologie en de biodiversiteit. Planten worden gekweekt op groeihoogte, kleur en bloeitijd. Maar deze kenmerken hoeven nog geen voedselbron te zijn voor onder andere vlinders en bijen. Het is dus zoeken naar de juiste geschikte vaste plant die én bijdraagt aan de beleving én bijdraagt aan de voedselbron voor onze insecten en onze vlinders. Om de ecologie en de biodiversiteit binnen het bebouwd gebied te vergroten, is het noodzakelijk een verbinding te maken tussen het landelijk gebied en het stedelijk gebied. Om deze reden is ervoor gekozen om deze berm hier langs de Helsingse Achterweg in te zaaien met een gebiedseigen kruidenmengsel. Dit in tegenstelling tot het cultuurlijke concept binnen het stedelijk gebied zoals aan de M.I. Bonnastraat. Dit mengsel is geselecteerd voor een overmaat aan voedsel voor insecten en vlinders. Daarbij biedt het schuilmogelijkheden voor de aanwezige fauna. Doordat dit mengsel geselecteerd is op basis van voedselbron, brengt dit niet een kleurenpracht met zich mee zoals we graag willen zien. In de praktijk zien we dat naast de kruiden die we ingezaaid hebben, hier ook kruiden van nature in ontstaan, als distels. De vraag is, willen we deze distels? Qua beeld geeft dit niet meest het fantastische beeld met zich mee. Maar daarbij, als je nu langs de Helsingse Achterweg fietst, je de mogelijkheid hebt dat hier koppels putters uitvliegen, die de zaaddozen uit deze distels als voedselbron hebben. Daarbij is de vraag, willen we de distel, ja of nee? Als je kijkt naar de ecologie en de biodiversiteit en de doelstelling die je daarmee behaald hebt, is de distel een verrijking, want ook die putter is een verbreding van de ecologie. De aanwezigheid van deze vogel leert ons ook dat er onvoldoende schuilmogelijkheden zijn.
langs de Helsingse Achterweg. Dit betekent dat er een aanvulling gedaan zou moeten worden op de huidige ecologische berm als zijnde bomen en struiken. De huidige setting van deze berm brengt ook reacties met zich mee vanuit de buurt en omwonenden aangaande het visuele aspect. Deze reacties kunnen we niet negeren. De lering die we hier uithalen betreffende en de putters en de reacties is dat het niet ophoudt bij het aanleggen van een ecologische berm. Dit proces heeft tijd nodig, bijsturing, beheer en toevoegingen. Binnen de gemeente kijken wij kritisch naar de hoeveelheid verharding, om overbodige verharding tot een minimum te beperken. Een voorbeeld hiervan is een breed trottoir omvormen naar een wat smaller trottoir en de ruimte die daarbij vrijkomt om te vormen naar of een plantvak of een ecologische berm. Een ander voorbeeld daarvan is de locatie waar we nu staan, de parkeerplaats aan de Ringdijk in Vianen. Hier is een parkeerplaats aangelegd in combinatie met grasbetonkeien. Hierin ontstaat een groene vegetatie waardoor de parkeerplaats opgenomen wordt in het landschap en het water wat valt wordt geïnfiltreerd door de verharding heen. Hierdoor is bodemleven mogelijk, maar daarbij hoeft er totaal geen riolering aangelegd te worden, wat een kostenbesparing met zich meebrengt. Herstel van de ecologie en de biodiversiteit houdt niet op bij enkel ecologisch bermbeheer. Om verbindingen te kunnen maken tussen het landelijk gebied en het stedelijk gebied zijn faunapassages als deze hier aan de Tientweg in Lidam bij natuurcompensatiegebied Broekgraaf noodzakelijk. Maar ook door de aanplant van gebiedseigen beplanting als onder andere willigen, meidoorns, elzen en eiken. Daarnaast worden houtwallen aangelegd die schuil- en nestelmogelijkheden biedt aan vogels en kleine zoogdieren. Verder streven we langs waterkanten naar zoveel mogelijk natuurvriendelijke oevers. Dit zijn oevers waarvan het land geleidelijk overloopt in het water. Helaas is dit vanuit huidige budgetten niet te realiseren. Daarom zoeken we de samenwerking tussen ontwikkelaars en organisaties als de Natuur- en Vogelwacht, de Haneker en Stichting Blauwzaam om dit te kunnen verwezenlijken. Deze organisaties zijn ook ondersteunend voor de gemeente om de biodiversiteit en de ecologie binnen de Vijf Veerenlanden te herstellen. Meer natuur in onze kernen. Daardoor de verbinding met het landschap versterken, onze woonomgeving veraangenamen, de klimaatsverandering beter het hoofd bieden en de biodiversiteit herstellen. Dat is wat we willen. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor ons eigen welbevinden en uiteindelijk ook voor onze portemonnee. Daarvoor is het nodig dat we beter samenwerken met inwoners en natuurgroepen, omdat ook daar veel kennis zit. Dit alles is niet hapsnap mogelijk, zoals we het nu nog proberen. Waar we naartoe willen is meer gericht werken, met voldoende tijd en middelen om het biodiversiteitsherstel in onze gemeente samen met inwoners echt vorm te geven en te behouden.